Ja, even voordat de video begint. Day One is genomineerd voor beste online serie door de televisiering. De auto van en Daily Driver staan er beide bij. Daarom deze vraag even voor het filmpje aan jullie. Zouden jullie willen stemmen op Day One? Dat doe je door in de beschrijving op de link te klikken en dus op Daily Driver of de auto van te stemmen. En dan komen wij in ieder geval met Day One heel ver. Vergeet je ook niet even in te schrijven op www.dayonelifestyle.com voor de nieuwsbrief. Want daar komt de aankomende maand exclusieve content in die je niet hier op YouTube kan zien. Dit was hem. Geniet van de video. De Q8 van Giel de Winter. Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Het allervetste mannen lifestyle kanaal van Nederland. Hebben we de 20.000 likes gehaald? Ja of nee? Ik hoop van wel. We gaan hem toch sowieso online gooien, deze video. Want de eerste auto van Giel is natuurlijk een hele wijze auto. Eerlijk is eerlijk. Maar het kan nog beter, het kan nog groter en het kan gewoon nog harder. Deze auto van Giel is een van de meest unieke auto's van Nederland. En ik heb de mazzel dat wij er vandaag in gaan rijden. Welkom bij Day One. Alleen hier gaan we keihard. Dit is dag een fest. Al mijn money gaat fast. Al mijn waggies zijn fast. Laat hem eens even horen dan. Oh, gaat hij rustig doen. Gaat hij rustig? Ja. Ja. Je mag gas geven hoor. Nee. Ben je nog een beetje bang met die grote velgen? Helemaal niet. Nee, hè? Subtiel toch? Subtiel? Man, die velgen die zijn groter dan mijn toekomst. Ja, dat snap ik. Nee. Holy shit. Hoe is die vriend? Ja, goed. Oh. Zo. Kijk hem. Zit je dan? Ja, ik kom met mijn voeten bijna niet bij de grond. Holy shit. Giel, ja. Wij kennen elkaar ondertussen al bijna 10 jaar. Jij bent de eerste die, en dat weten veel mensen niet, jij bent de eerste die zei, Jay, ik ga met jou roadtrippers maken. En daarna is het voor mij alleen nog maar beter geworden. Ja. Vind ik leuk. Ben jij... Ik heb bepaalde royalties op jou, hè? Ja, jij hebt een percentage in alles wat ik doe. Maar ik bedoel, we hebben veel zaken samen gedaan. We hebben veel leuke dingen gedaan. Zeker. We hebben de wereld gezien. Ja, ook nog eens. Ja, en dan nu... heb je Stuk TV ondergebracht bij Talpa. Ja. Dat is denk ik de grootste deal ooit in wat jullie doen en wat wij doen. Ja. Ik heb daar verschrikkelijk veel respect voor. Ik vind het leuk. Ja. Maar dan heb ik ook de vraag, wat nu? Wat nu? Ja. Je moet het eigenlijk zien als een trap. Ja. Je loopt naar boven en je vraagt je elke keer op welke tree sta ik. Ja. En het voelt voor mij dat ik alsof ik nog steeds ergens sta wat nog groter kan worden. Dus ik heb eigenlijk nog maar 2, 3, 4 treeën bewandeld. Maar zo'n trap heeft 15 treeën. En nu krijg ik de kans om met hè, een Talpa, natuurlijk heb je heel veel meningen en reacties over die jongens hè, die zijn dan niet meer hetzelfde en luisteren ineens naar de basis. Bullshit, want ik zou het nooit wegdoen als ik er nog geen zeggenschap over heb, weet je wel. Wij zijn online en wij snappen dat. Maar ja, ik kan nu eindelijk bouwen aan iets wat ik altijd al heb willen doen. Maar hoe mooi is het, want je ziet nu de diversiteit in series die jullie brengen. Ja. Het is een kanaal waarin, in een gewoon oneerbiedig, vind ik, gezegd, goede televisie wordt gemaakt. Ja, klopt. Alleen online. Ja, tv. Als je het zo mag zeggen. Maar het is dus eigenlijk verschrikkelijke goede online content. Voor iedereen beschikbaar. Ja, dat klopt. Toch? Kijk, en sommige series... scoren beter dan een andere. Kijk, maar moet je ook niet sommige series gewoon in een soort bepaalde groep zetten van oké, we weten dat deze misschien minder scoort, maar dit is wel goed voor het kanaal. Ik moet ook nog leren en ik wil het heel graag een breder kanaal ervan maken. Gewoon een entertainment kanaal voor jong en oud. En ja, er hoort natuurlijk, hè, we praten heel even over de hongerige wolven. Ik vind het heel vet. Ja, ik vind het ook heel tof, maar het is natuurlijk wel iets verder weg van ons normale publiek. Want die zien heel graag Giel, Thomas en Stefan. Maar ik denk meer even bij mezelf, jongens. Hoe tof zal het zijn als we nog het kanaal nog groter en breder kunnen trekken. Gewoon voor ieder wat wils. Nou ja, en dat heeft tijd nodig. Ja, hoe trots ben jij op... Kijk, ik weet natuurlijk, wij starten toen maar Stuk TV. En ik ben dus begonnen met YouTube door jullie en door Masha van Beauty Gloss. Omdat jij mij mee hebt genomen naar de Masha Beauty Gloss Party. En toen zei je letterlijk tegen mij, Jay, het is leuk dat tv, het is leuk wat je doet bij Veronica. Maar dit is denk ik de toekomst. Ja. Toen dacht ik, holy fuck, ging naar Instagram, toen had ik 500 volgers en dat was al best wel veel. En jullie zaten al op de 20.000, 30.000. Toen dacht ik bij mezelf, shit, deze man heeft gelijk. En vanaf daar is het eigenlijk allemaal voor iedereen gaan groeien. Alleen, maar zie jij dat ook op die manier dat je denkt, oké, wij zijn de eerste en de beste? Of is het gewoon iets wat, hoe moet ik dat zien? Ik denk dat we gewoon op het juiste moment zijn ingestapt. Dat denk ik ook vooral. En dat we weten hoe online, hoe de online tak werkt, dat is duidelijk. Alleen, ik denk dat er ook nog meer talenten in de wereld zijn die dit snappen. Ja.
Maar ik denk wel dat we met Stuk heel interactief zijn en naar de kijker altijd luisteren wat we willen, wat ze willen. Dus ik denk meer iets van, ja, het is ja, op het juiste moment. Ja. Maar, joh, maar echt het perfecte moment. Dat ja. ben ik heel eerlijk. Alleen, ik heb wel altijd een visie gehad. Weet je wel? Het is niet een lolletje geweest. Jij weet het ook. Ja. Ik heb altijd mensen denken van, ja, het is natuurlijk, maar ik heb altijd met een visie, dit gaan we doen. Ja. En het is niet, natuurlijk is het een hobbyproject van je geweest en nog steeds. Alleen, ik heb wel altijd gedacht van, dit moet groot worden. Wat mensen niet weten is dat je ook een tijd hebt gehad dat je even dacht bij jezelf van, holy fuck, hou ik dit wel vol? Ja. Ik denk dat je je dan als mens tegenkomt dat je denkt van, oké, het is wel heftig. Je slaapt weinig, je gaat dingen verder uitbreiden, je krijgt een groter team. Je komt je dan zelf tegen, want je gaat wel heel erg van jezelf twijfelen van, fuck, doe ik het wel goed? Maar het is vooral mijn onderbuikgevoel moet je gewoon continu achterna gaan. Ja, maar mensen denken dat Giel de Winter, Stuk TV, dat loopt wel, dat gaat wel. Ja, dat is heel makkelijk te zeggen, ja. Maar weet je, mensen die bijvoorbeeld nu, die zitten nu te kijken en die denken heel makkelijk. Weet je, ja. Het komt aanwaaien of whatever. Maar ik denk dat ik oprecht in de spiegel kan zeggen dat wij fucking harde werkers zijn. En dat we weten wat we willen, maar dat we er wel ergens voor strijden. Het komt niet zomaar aanwaaien. Je, ik heb jullie allemaal individueel aan de telefoon gehad. Dus jullie allemaal zeiden, we vinden het zo leuk, maar we werken zo hard. Ja. Weet niet of we het volhouden, want de kwaliteit moet hoog blijven. De standaard moet hoog blijven. Jij had op een gegeven moment zelfs dat je een soort van mental coach paniekaanval. Dat je dacht dat je zo strikt was omdat het zo goed moest zijn. En je was zo hard aan het werk. Ik loop vanaf nu ook gewoon nog steeds om het maar om me cool te blijven voelen. Om rustig te blijven voelen, loop ik gewoon elke week bij een mental coach. Ik heb gewoon 24/7 een mental coach. Ik heb gewoon een soort contract afgesloten dat als ik me kut voel, kan ik diegene bellen. Ja. Dag in. En dag in. Maar heeft dat verschil voor je gemaakt? En is het moeilijk om toe te geven dat je... Ja, het is, je komt jezelf al tegen. Ben je daar sterker door geworden nu? Ja, vooral... Want dit is wat mensen niet weten. Mensen zien niet zo snel deze Giel. Nee, maar... soms probeer je wel privé dingen, soms probeer je ook wel dingen privé te houden. Ja. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar ik denk dat het wel heel goed is om gewoon over te praten. Van jongens, ook wij lopen bij een psycholoog. Ook wij voeren gesprekken om ons beter te voelen. Ook wij zijn soms moe. Ook wij voelen ons soms heel kut. Ook wij huilen. Ook wij schijten. Ook wij pissen. Ook wij neuken. Wij trekken ons ook af. Noem maar op, snap drinken je? Bier, zijn, alles. Precies, wij zijn gewoon normale mensen. En, maar dat zien sommige mensen denken dat wij robots zijn. En alleen maar gas geven. En nu rij je twee auto's. Ja. Ja, dat is best wel heel gek, hè. Als je en het mooie vind ik, is dat jij daar meer moeite mee hebt dan ik. Maar ik vind het, je weet hoe moeilijk ik het vind om, ik heb eigenlijk altijd gezegd, nee Jay, ik ga niet met jou de auto van doen, want ik wil helemaal niet zo'n iemand zijn die de hele tijd loopt te pronken met mijn auto. Maar ik besef me ook wel weer de andere kant, ik mag er ook gewoon trots op zijn. Ik mag het laten zien. En ik ben gewoon zo, ik ben gewoon wie ik ben. En je moet me ook gewoon nemen. En als je me niet accepteert, ja, dan is het zo. Ik kan het niet veranderen. En haters heb je ook nodig in het leven, hè? Klopt. Precies. Ja. Want zonder haters. Ja, maar zonder haters overleef je toch niet. Precies, want dat is het. En, maar dat is dus twee auto's. Dat zegt voor mij alleen maar. Eén, ik ken je als een autoliefhebber. Want elke keer als je me belde, dan zei oké, wat ga ik doen? Wat moet ik doen? Ja. En ik weet dat jij, als je verliefd bent op een auto. Zoals je Volvo, die kan je binnen een half uur kopen. Ja, dat was met deze auto ook. Ja, omdat je verliefd wordt op iets. Ja. Ik vind dat mooi juist. Ik heb daar respect voor. En wat dacht je bij deze auto? Want laten we even naar de auto toe gaan. Q8. Ja. Ik weet niet wat er allemaal aan is gebeurd. Ik weet in ieder geval dat je er Urus-wielen onder hebt zitten. Ja. Dat je 23 inch velgen hebt. Die speciaal uit Amerika moesten komen. Ja. Waar ze 4 maanden over hebben gedaan. Ja. Hij is mat zwart. Ja. Je was een van de eerste met deze wagen. ABT getuned. Ja, het is. En er zit een soundmodule onder. Ja. Is dit dan je droomauto? Dit is wel nu mijn droomauto. Nee. Ja, het klinkt gek. Ja, ik ben deze auto tegengekomen. Ik weet nog, hè, ik kocht dus toen ik. Je hebt je deal gehad. Dus je denkt, nou, ik wil mezelf ook trakteren. Dus toen kocht ik de Porsche. En toen een week later ging serieus mijn Volvo voor de 9e keer een stuk met turboproblemen in een jaar tijd. Ja. En toen dacht ik, fuck, te kleine motor voor een grote auto. Precies. Ik rij heel veel kilometers. Ja, toen dacht ik, ik bel van de akker op en ik vraag wat ze hebben staan. Nou, toen hadden ze het over een Audi Q7. Ik denk, ik rijd er even naartoe, ik kijk.
Maar mijn oog viel gelijk op die Audi Q8. En ik zei ook, what the fuck is dit voor auto? Want hij was ook maar net nieuw. Hij zei, Audi Q8. En ik ging zitten en toen zei ik, ja, dit is hem. En toen moesten ze allemaal lachen. En mijn beste maat ook, die dacht, jongen. Maar kijk jij dan puur naar pk's? Of nee, maar ik zei die pk's helemaal niet. Want dit is helemaal niet zo'n snelle auto. 286 pk, weet je wel. Het is een diesel. Ja. Dus nee, zo'n bijzondere motor zit er niet onder. Maar ja, daar doe ik het helemaal niet voor. Ik vind de luxe en ik vind de klasse aan de buitenkant vind ik veel belangrijker dan de snelheid. Kijk, daarvoor heb ik die Porsche. Als ik even wil rammen, dan ram ik daar even met die Porsche mee. Maar ja, wat ga je doen? Je gaat met een diesel, je rijdt zoveel kilometers. Dan ga je toch gewoon een dit is echt, maar dit is wel een soort van de gulden middenweg. Dus het is comfort. Ja. Je kan er toch nog aardig gas in geven, vooral als je hem getuned hebt. Ja. Hij ziet er echt badass uit. Als hij langskomt rijden, denk je bij jezelf, holy fuck, wat is dit? En het mat zwart is hij nog gekker. Ik vind het heel mooi dat als ik op de snelweg rijd, mensen gaan je inhalen. Mensen kijken twee keer. Mensen maken er een foto van als jij boodschappen aan het doen bent. Dus ik vind het wel heel mooi dat ik dan voelt het voor mij wel van, oké, ik heb de juiste auto uitgezocht. Het is toch wel een compliment als mensen naar je auto kijken. Ja, maar toch? Zo is het toch? Daarom koop je het er ook. Het is ook een stukje ego, laten we eerlijk zijn. Ja, wat is voor jou het grote verschil tussen deze en de Porsche? Gewoon het gas geven? Nee, dat is echt het gevoel, man. Ja. Dat is, hier rijd ik mee als ik aan het werk ben. Mm-hmm. Dus het is een veel ander gevoel. Ja. En als ik rijd enkel de Porsche, ik rijd daar ook niet mee naar mijn werk. Ik rijd daar, die zet ik ook niet bij Talpen neer, die zet ik ook niet naar shows neer, want ik vind het te patserig. Ja. Maar als ik vrij heb, dan is de Porsche. Dan wil ik gewoon genieten en dan rijd ik in de Porsche. Ik ga dan altijd ben je toch een autoliefhebber? Dat is toch, dat vind ik het mooiste. Dan ben je dus echt een autoliefhebber. Ja. Dan rij je dus wat je zelf leuk vindt en whatever iedereen daarover denkt. Ja, dan denk ik op dat moment, jongens, ik ben vrij, precies, laat mij lekker. En als het een Fiat Panda was geweest omdat je dat leuk vindt rijden, dan is dat het. Ja. Weet je wel? En het is dit geworden. En dat kan omdat je er hard voor hebt gewerkt, weet je wel? En dat vind ik het leuke. Ja. Hoe moet ik het nu met stuk zien? Wat zijn nu dan de toekomstplannen? Nou, we gaan het nu zeg maar, ik heb natuurlijk nu gewoon de toekomst zeg maar eigenlijk zelf in handen om zoveel mogelijk series te droppen, die ik tof vind. Ik wil eigenlijk de verschillende kanten eens proberen wat voor stuk werkt en wat niet werkt. Maar wel, we blijven wel bij onszelf, waar we zelf goed in zijn. Dus de humor, de authentieke, de lompheid, schelden. Want mensen dachten dat het zou veranderen bij Talpen, maar ik zie het precies hetzelfde. Ja, maar dat is ook zo. Mensen zijn meteen bang, man. Ja. En je gaat elkaar napraten, toch? Ja. Mensen hebben geen idee totdat ze het pas zien. Zo. Je ziet één comment erover en ineens gaan ze met z'n allen. Ja, joh. We zijn nog steeds eigenlijk een soort eigen baas. Alleen we hebben een zak centjes gekregen om meer dingen te maken waar wij achter staan en waar we in geloven. Ja. Het belangrijkste vind ik dat we kunnen maken wat we willen maken. En ik denk zelf als ik ondernemer zijnde voel ik natuurlijk wel dat ik nog veel meer wil. En ik wil ook nog de weg naar het buitenland bewandelen ooit. Dus ja, dat kriebelt. Snap ik. En ik denk dat we daar ook op een gegeven moment klaar voor zijn. Maar alles op zijn tijd. Gewoon eerst jezelf nog ontwikkelen. En ik ben 29, hè? Ja. Jij bent nog jong. Ja, ik ben echt een oude bal uitgeleid. Ik voel wel alsof ik 50 soms ben. Heb ik ook. Word ik wakker, denk ik. Ben ik 33 in het lichaam van een 65-jarige? En soms kijk ik in de spiegel en denk ik, nee, het is toch een kleine baby? Het is gewoon zo. Hey, voor de mensen trouwens die de auto even willen zien, hier komen de beauty shots. Want hey, het is een beest van een ding, hè? Laten we wel eerlijk zijn. We moeten niet bagatelliseren. Geniet ervan, zet een mooi muziekje onder. Thijs doet zijn best. Let's go. Heerlijk. Wel zielig zo mijn Mercedes er daarnaast.
Dankjewel, Gappie. Het was een genoegen en I appreciate it, man. Ik weet dat je niet zomaar met iedereen over dit soort dingen praat. Ik heb je lang aan je hoofd moeten zeuren. Maar, nog pijn. Vriendschap doet wonderen. Ja. We zijn vrienden toch? Ja. Nog wel. Hij twijfelt. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Day One. Vergeet niet te abonneren. En je weet het. Als je geen zin hebt om te abonneren, ja, dan doe je het niet. Zou het wel heel gezellig vinden. Laat even in de comments weten wat je ervan vond. En wij gaan nog even... Ja, ik wilde zeggen, we doen nog even een biertje. Maar we moeten rijden, man. Ja, en het is 12:15. Ja, maar dat boeit me nooit. Je hebt dat gelijk. Boeit me niet. Oké, doen we koffie. Ook goed.